Veiligheid in buurten is heel erg van belang en veiligheid in kinderrekenbuurten nog belangrijker. In dit kader is een autoloze zondag in het resort Latour georganiseerd. Collega Sivra Goudland maakte voor u het volgende verslag. Een autoloze dag in de heel kinderrijke buurt Latour. Voor 12 uren lang zal dit gedeelte dat u achter mij ziet afgesloten zijn voor auto's. Er worden verschillende spelletjes en activiteiten met de kinderen en de jongeren gedaan. En dit is de activiteit van het ministerie van Ruimtelijke Ordening in samenwerking met de Stichting Buurtorganisatie Latour, Stubula. Ook met enkele studenten van de Universiteit van Utrecht. Kijkt u mee naar deze autoloze dag. Een autoloze zondag aan de Latourweg. Wat is het doel van zo'n autoloze zondag? Zoals u weet, dit is een drukke weg normaliter. Het wordt gedomineerd door heel veel auto's. En omdat men weet dat er heel veel auto's langs gaan, dan is men minder geneigd om andere activiteiten hier te ontplooien. Ik ben vaker geweest in de buurt en de buurt hunkert naar ontspanningsactiviteiten, sportactiviteiten. En als we praten over fietsen, zegt men altijd van nee, maar dat is gevaarlijk op zo'n weg of andere activiteiten. Dus vandaag hebben we gemeend om te kijken in hoeverre we die boost aan sporten kunnen stimuleren door even de weg te sluiten om te kijken hoe de buurt reageert. Vandaag hebben we dus activiteiten zoals voetbal, volleybal, we hebben fietstoertjes. We hebben zelfs een fietsenorganisatie die straks bezig zal zijn met de kinderen om ze te leren hoe ze fietsen moeten repareren. Gewoon om deze activiteiten een beetje meer een boost te geven. Om de buurt te laten zien dat het ook anders kan. Lars Vermeulen, student aan de Universiteit van Antwerpen, die samen met medestudenten aan hun afstudeerscriptie werken, zei dat de autoloze zondag Latourweg niet enkel zal draaien om fietsen, maar er zullen ook thema's zoals duurzaamheid, de gezonde leefomgeving en afvalscheiding belicht worden. Het belangrijkste doel van de dag is om de bewoners van Latour en daarbuiten op ludieke wijze bewust te maken van duurzame keuzes in het dagelijks leven en om te laten zien hoe het ook kan. Wij zijn 2,5 maand geleden naar Suriname gekomen voor ons afstudeerproject en we kijken daar naar een fietspadennetwerk in het resort Latour. En dat doen we samen met het ministerie. En als heel snel zijn we bij Stibula uitgekomen als een belangrijke organisatie in de buurt. Dus samen met hen hebben we verschillende workshops gedaan met de jongeren, een viertal workshops in de eerste maand. Waarbij zij al eigenlijk een droombeeld van Latour konden vormgeven door middel van collages, teksten, foto's, heel veel verschillende dingen. En toen eigenlijk zijn we in overleg gegaan met het ministerie met de resultaten. En toen dachten we van laten we die autoloze dag nog een keer organiseren, zodat het niet alleen op papier blijft die nieuwe idee, maar dat we echt kunnen ervaren hoe het is om hier bijvoorbeeld zonder auto's te zijn en hoe de Latourweg er ook uit kan zien. Met het organiseren van deze autoloze zondag Latourweg wordt tevens beoogd een duurzame samenwerking op te zetten tussen het lokale bedrijfsleven, verschillende overheidsdiensten, onderwijsinstellingen, NGO's en natuurlijk de buurtbewoners.